Hallo, in deze video ga ik een schedelbasisfractuur grimeren. Daarvoor gebruik ik enkel en alleen het Bruce ring van Merom en wat schoonmaakdoekjes. Een schedelbasisbreuk. Bij een schedelbasisbreuk zie je soms direct, soms later een verkleuring rondom de ogen. Ja, alsof hij op allebei zijn ogen is geklapt of alsof hij een bril op heeft. Ik ga hiervoor gebruiken de Merom Bruce Ring. En ik begin met de bovenkant. Dat is wat lichter. Ik begin met de groene kleur. En breng dat aan de bovenkant van de ogen aan. Vervolgens een beetje de bruin. Wees daar heel voorzichtig mee. Die dekt namelijk heel goed. En laat het goed in elkaar blenden. Mocht die dan toch nog te fel worden, kan je er altijd nog een keertje overheen met de groen. Dankjewel dat jullie naar mijn video's kijken. Willen jullie nog meer van dit soort video's zien? Klik dan op de abonneren-button van YouTube. Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer ik een nieuwe online zet? Klik dan op het bel-icoontje. Verder heb ik altijd weer de vraag, willen jullie nog bepaalde letsels zien? Schrijf dat dan in de commentaren. De onderkant van de ogen worden wat blauw-paarsig. Ik begin met rood. Vervolgens nemen we de blauw en dan gaan we er voorzichtig overheen. Zodat we een mooie paars krijgen. Goed over laten vloeien met de kleuren aan de bovenkant. En met een vochtig doekje even afdeppen. Om het iets zachter te maken qua kleur.